Hallo en welkom weer bij Ini's Moestuin. Ja, wat een oogst, hè? Ongelooflijk. Nou, ik weet dat het bij jullie ook zo gaat. Misschien nog dopertjes en tuinbonen. Ja, die heb ik niet meer. Maar wat een feest, hè? Er is toch niets lekkerders dan je eigen groente oogsten en je eigen groente eten. En ja, het is eindelijk een beetje droog vandaag. Want we hebben een week achter de rug met onweer en regen en storm. Het is gelukkig een beetje voorbij. En ja, met al die regen is de tuin natuurlijk wel, staat er fantastisch bij. Want ja, regen en het is niet te koud, dan groeit alles als een gek. Nou, jullie hebben gezien dat de aardappels eruit zijn gegaan. Voor een deel, want hier staat nog een deel wat ik nog even laat staan. Ik heb dat stuk niet nodig. Maar op het stuk waar de aardappels er uit de grond zijn, ja, daar ga ik nu de zoete aardappels in de grond zetten. En ik heb er ook de Kaapse bessen in gezet. Nou ja, de aardappels, ja, die had ik in de kas, heb ik die laten drogen. Want normaal gesproken doe ik dat buiten en met een dag zijn de aardappels droog. Maar goed, ik heb het dus in de kas gedaan en na een dag moet je die oppakken, het zand eraf vegen. Ik doe ze in een jute zak. En ik berg ze op in de schuur in een kist waar geen licht bij komt. Nou, en dan kun je er nog maanden van eten. Dus zo moet je je aardappels bewaren. En wat is er nog meer uitgegaan? Ik heb wat lege plekken gekregen. Nou, de tuinbonen zijn eruit. Op mijn kolenveld is al een broccoli geoogst. Het was niet heel veel dit jaar, maar we hebben er wel een paar keer van kunnen eten. En de bloemkool, die heb ik eruit gehaald, want die is mislukt. Ik denk dat het veel te warm was een paar weken geleden. En dat lukt gewoon niet met kolen hier dan. Dus die heb ik eruit, maar de spitskolen, daar staan er nog een paar. En en op die lege stukken, ja, daar komt natuurlijk nieuwe groenten. Want ik ga vandaag ook herfst- en wintergroenten zaaien. En wat? Dat zien jullie zo. Eerst even die zoete aardappel erin zetten en dan loop ik nog even met jullie langs mijn oma. Nou, de grond is ontzettend nat nog. En zoete aardappel die houdt wel van veel vocht. Maar goed, we hebben het watersysteem als het straks wat warmer wordt. En ze houden ook heel erg van warmte. Dus nou ja, ik geloof dat het volgende week weer normale temperaturen tegen de 30 graden worden. Nou, daar houdt de zoete aardappel van. En er ligt nog genoeg compost hier. Ik ga straks ook nog weer stro overheen leggen als alles geplant is. En ik denk dat hier ook nog wel wat sprei tussendoor gezet gaat worden. Ja, en misschien ook nog wat kolen die ik nu ga voorzaaien. Maar dat weet ik nog niet. Oh ja, die bak hier voor me, daar zit een verrassing in. Ik zag opeens dat er een hele mooie pompoenplant kwam te staan. En ik weet zeker dat ik hem er niet in heb gezet, want ik was heel laat met mijn pompoenen. En eerst dacht ik, nou, misschien is het een courgette. Maar nee, ik heb goed gekeken. Er zitten al hele kleine pompoentjes in. Nou, ik ben benieuwd wat voor soort het wordt. En de klimcourgette in de bak, nou, die heeft er ook zin in. Die is aan het klimmen. En er zitten kleine courgettes in. En mijn andere courgetteplanten, ja, die beginnen ook courgettes te krijgen, kleintjes. En ook de augurken beginnen augurken te krijgen. Nou, de zomergroente komt eraan. En de zomergroente, ja, wat is de top zomergroente? Dat zijn natuurlijk de tomaten. Nou, daar heb ik wel wakker van gelegen, hoor. Met dat vreselijke weer van afgelopen week. Maar ja, we gaan even kijken. Zei ik nou net augurken? Ja, ik bedoel natuurlijk komkommers. Ik heb helemaal geen augurken gezaaid dit jaar. Maar goed, ze lijken wel een beetje op augurken als je zo naar ze kijkt. Maar goed, komkommers dus. Ja, de tomaten. Jullie weten, ik zeg het de hele tijd altijd. Regen en tomaten, dat is geen combinatie. Dus ik was wel een beetje, ja, huiverig eigenlijk. Dus wat heb ik gedaan? Er was zo'n avond dat het niet ging regenen en de volgende ochtend ook niet. Althans, de voorspelling. Dus toen heb ik 's avonds al mijn tomatenplanten ingespoten met de neemolie.
omdat die ook tegen schimmels werkt. En ik weet niet of die tegen Phytophthora werkt, maar ik dacht, het kan geen kwaad, laat ik het doen. Nou ja, ze staan er eigenlijk wonder boven wonder heel mooi bij. Ze zeggen in Frankrijk dat je dat even moet afkloppen op ruw hout. Nou, dat doe ik dan maar even, hè? Maar goed, ze staan er inderdaad hartstikke mooi bij. Er zitten al bijna in alle tomaten, zitten zelfs al groene tomaten. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb nog nooit zulke mooie tomatenplant gehad. Wat ik wel heb gedaan, ik heb de onderkant al het blad weggeknipt. Ik heb ze niet echt gediefd, maar waar ik vond dat het te dicht, te veel blad zat, heb ik toch wel het een en ander weggehaald. Ik heb alles opgebonden. Ja, en nu waait het en het is niet te warm. En dan waaien ze droog en krijg je niet dat benauwde, dat vochtige weer waar ze dus ziek van worden. Dus ja, nou, ik hoop eerlijk gezegd dat ze het zo goed blijven doen. En wat ik al zei, ik heb ze nog nooit zo mooi gehad. Goed, we gaan zaaien. Alles staat al klaar daar. Ja, de langste dag is geweest. Dus dan kun je de groenten gaan zaaien die je na de langste dag moet zaaien. En wat ga ik vandaag zaaien? Andijvie, knolvenkel, radicchio. Even kijken. Broccoli, sprouting purple. Dat is een broccoli soort die je nu zaait. Die je over een week of zes uit kan planten. Maar die je pas oogst volgend jaar. En dan heb je in maart stengelbroccoli. Het is eigenlijk bimi, geloof ik, noemen ze het. En dat is top, want in maart is er nooit zoveel. En dan heb je broccoli. Nou, en in deze bak ga ik zaaien paksoi, ook na de langste dag. Boerenkool, nou ja, het hoeft niet per se na de langste dag. Maar ja, dat moet nu wel gezaaid worden. Nog paksoi. En de palmkool, die wil ik elk jaar wel hebben. Dat is die Cavallo Nero. Nou, normaal gesproken zou ik dat doen op mijn zaaiveldje. Maar ja, die staat nog vol. Ik zou het ook in bakjes in de kast kunnen doen. Maar ik dacht, weet je wat? Ik neem die grote bakken hier en ik zaai het mooi op rijtjes in die bakken. Want dan kan ik het mooi uitdunnen en dan hoef ik het niet te verspenen. Want ja, hoeveel plantjes heb je nodig? Ik zeg altijd, 10 van elk is voor mij genoeg. Dus als ze mooi opkomen, dan kan ik ze mooi in die bakken uitdunnen. En dan, als ze groot genoeg zijn, dan kan ik ze uitplanten in de tuin. Dus in feite is dit mijn zaaiveldje. Dus als je in de volle grond wil gaan zaaien, wat nu ook prima kan in Nederland, ja, dan heb je eigenlijk helemaal niet zoveel plek nodig. Want ja, hoe groot zijn die bakken? Ja, niet zo groot, hè? Ik denk, geen idee. 30 bij 50, zoiets. Goed, genoeg gekletst. Zaaien. Even kijken, wat hebben we hier? De andijvie. Nou, ik neem voor de andijvie altijd de breedblad vol hardwinter. Die bevalt me heel goed. Die kun je in Nederland ook heel goed zaaien. En wat ik al zeg, altijd niet te dik. Dit is dan zaaigrond. En als je gaat zaaien op een zaaiveldje buiten in je tuin, ja, dan hoeft het niet echt een bemeste grond te zijn. Want later ga je ze toch altijd nog uitplanten. En dan moet je daar, waar die echt gaat groeien, moet je dan inderdaad misschien wat meer mest geven. Even kijken, dit is de knolvenkel. Ja, dat vind ik zo lekker, knolvenkel. En dat doet het hier hartstikke goed. Een lange dag groente, ja, wat wil dat zeggen? Dat zijn groenten die je dus na de langste dag, dus na 21 juni zaait. Want dan schieten ze niet zo snel door. En dat gebeurt namelijk met andijvie heel snel. En met knolvenkel idem dito. Kijken, dan gaan we hier. Wat is dit? De radicchio. Rode sla. Nou, dat is altijd een succes. Daar heb je ook in de winter sla van. Ja, roodlof heet het, geloof ik, in Nederland. Ook, ja, wij noemen het hier radicchio. Het is een Italiaanse. Ja, in Italië eten ze het heel veel. In de risotto heb ik ook wel eens gedaan. Heel lekker.
Oké. Nou, ook niet te veel. En als laatste de broccoli purple sprout. En dat zaad, dat heb ik zelf verzameld. Ik heb één plant laten doorschieten. En dan krijg je hele mooie gele bloemen. Nou ja, en mijn ervaring is, als ik zelf zaad ergens van overhoud, ja, dan doet het eigenlijk altijd heel erg goed. Dus ik heb goede hoop dat ook met dit zaad een prachtige plantje krijgt. Nou, dan ga ik even verder met deze bak. Kun je even mee? Zo. En dan gaat de gieter water eroverheen. Moet natuurlijk wel allemaal nat. Er zitten onderin de bak gaatjes. Die zitten er van zichzelf al in. Zodat het niet te nat kan worden. En als het nou echt heel erg gaat plensen weer. Want de komende dagen krijgen we geloof ik weer regen. Nou, dan zet ik ze gewoon even in de kas. En als het droog is en niet te warm. Dan zet ik ze weer buiten. En als het te warm is, zet ik ze een beetje in de schaduw. Dus dat is eigenlijk, ja, een nieuwe manier die ik heb bedacht. Volgens mij gaat het wel werken. We zullen het zien over een paar weken. Zo, en wat kun je nou nog meer zaaien? Nou, boontjes natuurlijk, die kun je leggen. De stamboompjes, je kan nog pronkenbonen doen. Je kan nog kievitsbonen of borlottibonen doen. Spersiebonen kunnen nog een keer. Sla zou je kunnen zaaien. Nou, dat doe ik hier niet, want daar wordt het hier voor de zomer, in de zomer veel te warm voor. Dat schiet heel snel door, dus sla doe ik niet. Je kan winterwortels zaaien, je kan nog bietjes zaaien. Eens even denken, wat nog meer? Nou, ik zou het zo even niet weten, maar er is nog voldoende te zaaien. Kijk even op alle zakjes die je hebt liggen. Er staat altijd precies op welke maanden daarvoor geschikt zijn. Dus ik zou zeggen, jongens, genoeg te doen dit weekend. En dus ik zou zeggen, lekker aan het werk. Lekker genieten. Lekker ontspannen in je moestuin. Ondanks dat het inspanning is. En wil je volgende week zien wat ik dan ga doen? Nou, abonneer je op mijn kanaal. Sommige mensen denken dat je ervoor moet betalen. Dat is niet zo. Het is gewoon gratis. En als je je abonneert, dan krijg je een berichtje dat er een nieuwe Inis moestuin is. Dus jongens, geniet van het mooie weekend en van hopelijk het mooie weer. Tot volgende week. Dag!